Ja, we leven nou eenmaal met een paar illusies. Ook de illusie dat het leven zin heeft. Die illusie leven we de hele dag. Ja, ja, maar dat is wel het risico van vrije wil. Wat je hier heel duidelijk laat zien is dat de meeste mensen die gaan nadenken over vrije wil, ik heb daar zelf ook even mee gekampt, dat worden nihilisten. Nou, ik weet niet wat je daar precies onder verstaat. Het doet er allemaal niet toe en het is allemaal toch maar zinloos onder de streep, want je hebt geen keuze. Nee. Als je vaststelt dat het leven tot stand is gekomen door de competitie tussen moleculen in diepwaterbronnen, zo'n 3,8 miljard jaar geleden, bij toeval, en dat de rest evolutie is, dan begrijp je dat het leven ook geen hogere zin heeft. Maar we geven het zin. We geven het zin door ons werk en onze hobby's en onze relaties en onze kinderen soms. Soms. Ja. Maar we geven het zin om die illusie in stand te houden. En ook dat heeft groot voordeel, want er is ook een groep patiënten die die illusie niet heeft, dat het leven zin heeft. En die zijn depressief. En die hebben een grote kans op suïcide. Mm-hmm. Dus voor de overleving van jezelf is het erg belangrijk dat je die illusie in stand houdt. Ja, ik vind het grappig dat u dat zegt. Zeg maar, het leven is zinloos, omdat een van de dingen die ik uit uw laatste boek heb gehaald, dus daar gaat u ook even in op zeg maar, het inzicht dat we meer zijn als de som van het individu. Dus gezamenlijk met z'n allen, zeg maar, het soort macro-organisme noemt u volgens mij. We zijn met z'n allen één groot superorganisme. Superorganisme. Ja, dat is een gevaarlijke ontwikkeling als dat plaatsvindt. Ja. Toch wel, dat vindt u kwalijk. Nou ja, een superorganisme wordt gekenmerkt. Je vindt de vorming van superorganismen bij allerlei complexe zaken, zoals vissen die bliksemsnel van links naar rechts, naar boven en naar beneden gaan. Een zwerm spreeuwen die dat ook doet. En mensen kunnen ook zich op die manier gedragen. En er zijn een paar voorwaarden voor nodig. Dat is dat je een gemeenschappelijk doel hebt. En dat doel wordt vaak door een populistische leider versterkt. Ja, okay. Als je dat gemeenschappelijke doel hebt, dan wordt het nog eens versterkt door leuzen te roepen met z'n allen. Muziek te hebben voor allemaal. Noem maar alles wat bij die voetbalhooligans ook te zien is. Hè, wat je ook kunt aanwijzen in regimes als die van Hitler en Mao en Stalin. Mensen gaan één kant op bewegen. En het sterkste... De sterkste prikkel om tot een superorganisme te komen is een gemeenschappelijke vijand te hebben. Mm. En dat zie je in de voetballerij, maar dat zie je natuurlijk ook in het nazisme met de Joden. En Stalin die voortdurend vijanden wist aan te wijzen en Mao ook. Ja, oké, ik snap het. Maar zit er niet, en hoe ik op deze vraag kwam, is, zit er niet een stuk zingeving in een groter doel dienen? Ik snap dat de voorbeelden die je aanhaalt van zeg maar superorganismes binnen onze eigen planeet en bevolking, met zoiets als het nazisme, dat absoluut tegen de voortgang werkt. Maar als je nou eens gaat kijken naar een ontwikkeling die je ook ziet, dat mensen snappen, hé, we zijn globaal allemaal met elkaar verbonden. En het effect dat we hier zeg maar uitoefenen op de wereld, dat gaat helemaal door tot aan de andere kant van de wereld inmiddels. En daar moet je bewust van zijn. Kan daar niet een stukje zingeving aan ontleend worden? Ja, zeker. We zijn sociale dieren, zoals ik al eerder zei. En we hebben die sociale contacten nodig en we hebben er ook plezier in. De ene meer dan de andere, afhankelijk van je genetische achtergrond. En de manier waarop je je ontwikkeld hebt. Maar we hebben het allemaal nodig. De zwaarste straf die je kunt krijgen is eenzame opsluiting. Hmm.